Vrijdagavond werd in het Hof herdacht dat in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering werd gehouden. Op 19 juli 1572 kwamen 12 delegaties van steden uit Holland naar Dordrecht en vergaderden in het Hof, waar ze uiteindelijk globaal gezien besloten dat Nederland een zelfstandige staat werd. Ook werd tijdens de vergadering de wens uitgesproken tot bewerkstelligen van vrijheid van godsdienst en geweten. Tijdens de herdenking vrijdag was een van de sprekers het PvdA Tweede Kamerlid Sander Terphuis, die ruim 25 jaar geleden uit Iran gevlucht is. Nou, het mooie is dat, ik noem dat ook in mijn lezing, bij het begin van mijn lezing, het bakermat van vrijheid en verdraagzaamheid. Omdat dat hier nou juist in de notulen, hè, van de, dat, ten eerste, het was de eerste onafhankelijke vergadering wat hier plaatsvond. En dat ook in de notulen nog terecht kwam te staan dat vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst moet komen. Dat we dat moeten respecteren. En als ik dat nou hoor, en ik moest dan terugdenken aan mijn geboorteplaats Teheran, waar dat dit allemaal niet mag, waar je echt enorm streng wordt op toegezien. Ik voelde me hier als een soort vrije vogel. Ik dacht, dit is toch echt de plaats om te zijn, om je vrij te voelen, maar ook dat genot van die vrijheid in je lichaam te voelen. Dus voor mij een heel bijzonder moment. U bent hier gekomen, u bent gevlucht als het ware. U heeft Nederland toen u hier kwam op een bepaalde manier ervaren. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe? Want er is nogal wat gebeurd de laatste tijd. Nou, als ik het heel kort samenvat, ik zie helaas, en dat vind ik bijzonder jammer, dat een proces van verruwing, een proces van verharding en polarisatie gaande is. Het begon dan met eind jaren 90 en dan dat afschuwelijke moord op Pim Fortuyn. Daarna komen een aantal incidenten. En dan merk je dat wij losraken van die kernwaarden als vrijheid, democratie en rechtsstaat. Die waarden die dienen als een soort huis. Of die moeten staan als een huis. Voor mij als een terphuis. Maar die hebben echt een functie om ons in balans te houden. En als je dan door die verruwing en verharding zie je dat ook respect en verdraagzaamheid afneemt. Mensen kwetsen elkaar te veel, mensen beledigen elkaar te veel. En dan denk ik van nogmaals, gun elkaar ook een ander ook de ruimte van vrijheid en verdraagzaamheid. Ja. Een andere spreker was de burgemeester van Haarlem. Een van de steden die in 1572 ook deelnam aan de Eerste Vrije Statenvergadering. In 1572, toen ging het uiteindelijk, als je helemaal teruggaat naar de essentie, om de vraag of mensen in vrijheid mogen leven naar hun eigen geweten. En dat was toen essentieel en dat is nog steeds essentieel. En daarom ben ik hier nu ook heel erg graag. Want dat is waar die strijd van Willem van Oranje uiteindelijk om ging. En dat is waar onze staat volgens mij op gegrondvest is. Ja. Nu bent u zelf iemand met deskundigheidservaring. De maatschappij is aan het verruwen. Heeft dat invloed? Ja, maar ik denk dat vraagt om bestuurders en om burgers die pal staan voor vrijheid en voor rechtvaardigheid. En zich niet laten intimideren en ook niet bang laten maken door geweld. Vrijheid is een ongelooflijk kostbaar goed. De rechtsstaat is een kostbaar goed. En die laten wij ons niet afnemen, niet door criminelen en ook niet door mensen die de vrijheid niet hoogachten. We leven helaas in de tijden van polarisatie, in tijden van tegenstellingen, maar ook in tijden van eigen gelijk halen. En ook zoveel mogelijk helaas anderen die vrijheid niet gunnen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar social media, het lijkt erop dat ik alles moet kunnen zeggen als ze maar de anderen maar een beetje hun mond houden. En ik merk het, als ik ook terugdenk aan mijn tijd in Iran, dat ik daar helemaal vanwege die autoriteiten, vanwege het dictatoriale regime niets mocht zeggen. En hier weliswaar wel iets kan zeggen, maar dat die polarisatie en tegenstellingen zo toegenomen zijn, dat ik eigenlijk ook niet de rust en de ruimte voel om mijn vrijheid te uiten, vind ik het bijzonder jammer. Ik denk, waar zijn we met z'n allen in hemelsnaam mee bezig? Die vrijheid is nou juist voor een ieder op gelijke voet. Dus gun elkaar ook die ruimte. Zou het eigenlijk een nationale herdenkingsdag moeten zijn? Ik zou het meenemen naar de Tweede Kamer. Nou ja, een nationale... Misschien een nationale trotsdag, een nationale gevoel van wij zijn één als volk. Wij staan achter onze vlag, achter onze koning en natuurlijk onze koningin, prachtige maxima. Maar dat we ook die gemeenschappelijkheid en die gezamenlijkheid zo voelen en ervaren. Dat als het om die fundamentele waarden gaat, dat we met z'n allen voor staan. Daar doen we ook geen concessies over. En dat verdedigen we samen met z'n allen. Direct na het nieuws in ons programma Dit Weekend in Dordt ziet u een uitgebreid verslag van deze Eerste Vrije Statenvergadering herdenking.